De Suriname Air Traffic Controllers Association, SATCA, overweegt om morgen landelijk in actie te gaan. Dat zegt bondsvoorzitter Shakti Gurdat. In januari heeft de SATCA een wensenpakket ingediend bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Daarin vraagt de bond naar een herwaardering van de luchtverkeersleiders. Ook wenst de SATCA uit het functie-informatiesysteem van de overheid VISO te stappen. Volgens Gurdat heeft minister Vijay Chutkan bij de indiening van het wensenpakket de indruk gewekt dat hij zou meewerken aan de herwaardering. Dat bleek echter niet het geval te zijn. Gurdat zegt dat de leden morgen op een spoedalgemene ledenvergadering zullen beslissen of de dienst wordt lamgelegd. De bondsvoorzitter is teleurgesteld in de minister. Om eerlijk te zijn, het was inderdaad een heel positief gesprek op 28 januari jongstleden. De minister zelf was ook heel positief en ook gentle toen naar ons toe om aan te geven dat hij het doorneemt en met zijn team gaat terugkoppelen. Echter zijn de reacties uitgebleven. En om nu een conclusie daarover te trekken, of als ik mijn mening mag delen, is dat we enorm teruggesteld zijn. Omdat we graag willen communiceren, we willen graag onderhandelen erover. Maar ik zou niet weten wat de aanleiding is hiervoor eigenlijk. Indien morgen wordt besloten om in actie te gaan, betekent het dat landelijk geen enkel vliegtuig kan landen of vertrekken. Gurdat zegt dat de leden deze beslissing zullen nemen. Sowieso, na een aantal keren geschreven te hebben naar de minister toe. En dat is in totaal 3 keren toe. De 4e keer zijn we geweest zelfs op het ministerie. En bij de 5e keer hebben we dan een gesprek gehad met de directeur, mevrouw Blokland. Met haar team, de onderdirecteur. En de ODAD, mevrouw Ramjan. En bij dat gesprek is naar voren gekomen dat de directeur ons heeft verwezen naar de minister toe. Omdat het wensenpakket een issue is die een ministeraangelegenheid is in deze. Dus kort en bondig was haar reactie in deze dat het wensenpakket niet is behandeld. Natuurlijk gaan we dan terugkoppelen met de leden. Hebben we dat ook gedaan. De leden hebben dan voorts aangegeven dat we, laten we dan nog een laatste reminder sturen naar de minister toe. Hebben we dat afgelopen woensdag ook gedaan met een ultimatum van tot en met vrijdag afgelopen 2:30. En tot heden ook nog geen reactie. Dus de SATCA heeft nu we hebben al besloten om morgen om 10:30 een spoed ALV te houden. De voorzitter van de bond bij de SATCA, Shakti Gurdat. De luchtverkeersleiders overwegen om landelijk in actie te gaan, omdat minister Vijay Chutkan niet heeft gereageerd op het wensenpakket dat is ingediend in januari dit jaar.